In het Verenigd Koninkrijk kunnen ze nu al beginnen met vaccineren. En we hebben nu, als het goed is, verbinding met ziekenhuisbestuurder in Londen, Marcel Levy. Goedemorgen, meneer Levy. Goedemorgen. Ja, volgens mij hoopten jullie daar in uw ziekenhuis morgen daarmee te beginnen. Klopt dat nog steeds? Gaat dat lukken? Ja, dat klopt precies. En wat is er allemaal voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen morgen? Nou, vrij veel, want we beginnen rustig. We hebben op dit moment 1000 doses van het vaccin binnengekregen als ziekenhuis. En in een ander ziekenhuis in de regio waar ik werk nog een keer 1000. Dus we beginnen met 2000 deze week. En dan gaan we met name 80-plussers vaccineren. Dus we hebben daar speciale afdelingen voor ingericht in het ziekenhuis. Zodat die mensen daar ook veilig kunnen komen zonder dat ze elkaar besmetten of risico lopen. Het gaat ook soms om patiënten die toch al in het ziekenhuis moesten zijn voor een afspraak of in voorbereiding voor een operatie. En zo gaan we daar de komende dagen een start mee maken. Ja, en zijn er al dingen, bent u al dingen tegengekomen waarvan u zegt, nou, dat moet verbeterd worden, of dat is een tip voor als jullie in Nederland hiermee aan de slag gaan? Nou, iedereen loopt enorm te worstelen met die -70 voor dat Pfizer-vaccin. Dat is overigens valt nog wel mee, want die 1000 doses die kun je dan ontdooien en die kun je vervolgens omzetten in spuitjes en dan mag je ze 5 dagen in de koelkast bewaren. Dus dat klinkt alweer een stuk eenvoudiger. Ik zeg niet dat daarmee alle problemen over zijn, maar dat is dan, daarmee kun je het wel redelijk overzichtelijk houden. En ik begrijp dat er ook hard gewerkt wordt achter de schermen om te zien of dat niet nog wat praktischer kan. Ja. En, en wanneer wordt u zelf ingeënt? Want ik begrijp dat u bij jullie beginnen dus met het ziekenhuispersoneel. Krijgt u er ook heen binnenkort? Nee, er is sprake geweest van dat het begonnen zou worden met het ziekenhuispersoneel, maar daar is toch van afgezien. En nu we rustig beginnen, is het vooral de focus op 80-plussers. En vervolgens de mensen met bijkomende ziekte, dan de mensen in verpleeghuizen en de mensen die werken in verpleeghuizen en dan al het andere zorgpersoneel. Heel goed. Marcel Levy, ik moet helaas afronden. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Ik begrijp dat de Queen in het Verenigd Koninkrijk zich als een van de eersten laat vaccineren om anderen daar ook te zorgen dat die zich gaan laten vaccineren. Valt ook in de risicogroep. Zou dat hier ook moeten gebeuren? Bijvoorbeeld Prinses Beatrix, ik weet niet hoe oud die is. Maar het zou heel goed zijn als dat soort prominente figuren zich laten vaccineren. Absoluut. Ik denk dat het belangrijk is dat gewoon rolmodellen op een gegeven moment laten zien. We geloven in dat vaccin. We moeten dat vaccin zo snel mogelijk lanceren. Ja, nou, wij zijn er nog.